In dit filmpje zal ik de producten van Mijn Muesli unboxen. Ik ging naar de website van Mijn Muesli en ik dacht ik ga de meest diverse producten bestellen. Muesli. Mijn Muesli komt oorspronkelijk uit Duitsland, maar nu is hij over de hele wereld te bestellen. Op mijnmuesli.com kun je zelf je eigen muesli samenstellen of je kan kiezen van de standaarde mixen van muesli. Naast muesli hebben ze ook muesli-reep, muesli-beker, flesje voor water en een heleboel muesli. Ik heb 12 probeerpakket van mijnmuesli to go besteld en ook de porridge adventskalender van mijnmuesli, ook to go. In totaal op de website van mijnmuesli.com heb ik voor 59 euro wat besteld en ik heb wat extra dingen gekregen. Bijvoorbeeld deze mijnmuesli World Muesli Day heb ik gekregen. Dat is een heel grote van 0,5 kilo muesli tube. Die kan je ook kopen voor 10 euro. Er zitten allemaal lekkere ingrediënten in deze muesli box. Maar ik hou niet van bessen, dus die heb ik elke keer apart gehouden. De ding over mijn muesli is dat jij kan op de website je eigen muesli samenstellen van allemaal ingrediënten die jij lekker vindt. Dus deze tube is al standaard gesteld door de mijn muesli team, maar jij kan je eigen tube ontwikkelen. I don't want any muesli. Naast die grote tube van muesli heb ik ook twee kleine extraatjes gekregen. Dat is milk. Dat is geen melk omdat er geen melk in zit, maar het is milk voor mensen die vegan zijn. Gaan we die proeven? Eerst de schade. Oké, dat is een choco-bananendrankje. Ik vind het een beetje waterig. Het is niet mijn favoriete drankje. Daarnaast hebben we mijn muesli cranberry pistachie bar gekregen. En dit is een klein smakelijke product die geeft heel veel energie aan jou. Ik zal het op het werk eten. Daarnaast hebben we ook heel veel leaflets, kaartjes gekregen. Maar dat is wel reclame. Je kan bijvoorbeeld hier gratis muesli krijgen. Zeker als je wat koopt. Hier ook gratis muesli. Would you care for some muesli? Gaan we kijken wat is de probeerpakket. Ik ga jullie alle 12 kapjes laten zien. En elke keer als ik een kapje pakte, je ziet alle ingrediënten op het scherm. Eerst hebben we een blueberry en ik zie aardbei, ik zie sesamzaden en witte chocopops. Ja, eigenlijk ik zie heel veel ingrediënten die je ziet nu op het scherm. Dit kopje kun je overal meenemen. Dat is mijn muesli to go. En dit heeft 85 gram van muesli. Je moet zelf 200 milligram van yoghurt of melk toevoegen wanneer je dat wilt eten. Beertje muesli met appel, rozijnen en amandel. De rozijnen, ik haat rozijnen. Ik zal die allemaal weghouden. Ik zie heel veel ingrediënten. Ik zie ook op de website staat dat het overnight muesli is. Dus ik denk misschien moet je dat voordat je naar bed gaat eten. Geen idee. Oké, dat is biertje. En eigenlijk denk ik ook wel voor de biertjebox. Dat is een beautybox. Ik heb een biertjebox uit Frankrijk, Blissime. Ik heb heel veel filmpjes gemaakt over de biertjebox van Frankrijk. Die kun je zeker kijken als je wilt. Als volgende hebben we granaatappel, frambozen, mijn muesli. Er zitten heel veel ingrediënten, ook noten. En dit is een crunchy muesli. Dus er zitten allemaal crunchy ingrediënten. En ik zie ook cashewnoten. Cashewnoten is heel veel. Dit vind ik lekker. Het volgende krijgen we een choco-banaan muesli. Er zitten heel veel chocola-ingrediënten, maar ook ik zie bananenflapjes. Volgende mango passiefruit muesli. Er zit passiefruit, maar echt weinig. Ik denk alleen voor de smaak. Maar ik zie ook heel veel kokosstukjes. Lekker fruitig. Het volgende is bessen muesli. Er zitten allemaal soorten van bessen in, zoals bosbessen, rode bessen, etc. Dus dit ga ik zeker niet eten. Ik haat bessen. Er zijn wel lekkere ingrediënten, zie ik, zoals framboos en aardbei. En appel ook. En heel veel muesli dingen. Maar ja, heel veel bessen ook. Dit is super chocola muesli. En hier zitten echt allemaal soorten van chocola in. Ook witte, melk chocola, donker chocola. Geen bessen.
alleen chocola en muesli dingen. Het volgende product hebben we honingnotenmuesli gekregen met hazelnoten, amandelnoten, cashew en ook zeker honingvlokken. Het klinkt als een duurste muesli cup to go. Ik weet het niet omdat er zoveel noten in zitten. Eigenlijk ik zie dat niet heel goed omdat het dezelfde kleur is, maar zeker zijn er veel noten. Het volgende is berry white choc. En wat is de berry? Dat is framboos, maar ook cranberry in het witte chocola. En ook aparte losse witte stukjes. Het volgende is mijn muesli to go kickstart. En dat klinkt als een goede muesli voor een ontbijt. Eigenlijk ik denk zoals alle die muesli's. Kickstart hebben we hier bosbessen en ook zie ik aardbei. Ik hou niet van bessen, maar er zitten niet echt veel in. Ik zie ook zonnebloempitten, die hou ik van. Het volgende krijgen we muesli to go chocolate. En dit is alleen met zwarte chocola, allemaal chocolate ingrediënten, maar geen melk of witte chocola en geen bessen. En het laatste is mijn muesli to go strawberry cheesecake. Dit is met aardbei en ook boterkoekjes, stukjes, maar ook zwarte bessen. Dat hou ik niet van. Ja, er zitten niet veel. Dus ik denk, ik kan dat wel eten. Een echt goede ding over mijn muesli is dat je kan dat zelf samenstellen. Dus als je iets niet lekker vindt, je kan die weghouden. Als je wat heel lekker vindt, misschien kun je dat dubbel keer doen. Weet ik het niet. Ik denk eigenlijk, we moeten één ding nieuw proberen. En ik heb chocola, bananen, melk gekregen, melk. En ik ga hetzelfde muesli pakken. Dit is ook chocola, bananen. Ik ga dit proeven. Dit smaakt zeker lekker. Er was ook geen twijfel over dit. Ik denk eigenlijk, ik moet muesli elke ochtend eten. Dat is een heel gezonde product. Als conclusie wil ik zeggen dat het een goed idee is om mijn muesli kans te geven. En alles dit uitproeven en dan je eigen muesli samenstellen. En nu wens ik je een mooie avond of mooie dag. Doei! En hier hebben we... Hoofd.